Good afternoon and welcome everybody. My name is Kai Jonas. I have the honor to be the pro-rector in today's sitting, which will be in Dutch, but we will also have one international guest and part of the defense will be in English, but the most part of the ceremony will be in Dutch. Dus open ik hier bij deze setting waarin Gemma van Rautenbeek het proefschrift getiteld Inclusion and Beyond, Assessment and Monitoring Development of the Work Capacity of People with Limited Work Capacity in het openbaar zal verdedigen. Mag ik u verzoeken een samenvatting te geven van uw proefschrift? Geachte leden van de corona en promotoren, beste zakenrelaties en familie, collega's, lieve familie en vrienden. Graag neem ik u mee in mijn onderzoek dat zich richt op assessment en de ontwikkeling van werkcapaciteit van mensen met een beperkte werkcapaciteit. Ik neem u mee in mijn onderzoek, wat ik gedaan heb en waarom, en welke belangrijke inzichten uit dit onderzoek naar voren komen. Een onderzoek waarvoor al in 2010 een eerste kiem gezaaid is. Ik was destijds als kerstverse onderzoeker bij de aftrap van het Slotenvaartproject. Ik was koud binnen of de verantwoordelijk jobcoach van het project kwam naar me toe met de vraag: hebben jullie geen instrument om de capaciteiten van de doelgroep in kaart te brengen? Een dergelijk instrument bleek er niet te zijn. Inclusie in betaald werk is van psychologisch belang, omdat participeren in betaald werk essentiële basisbehoeften van mensen vervult. Werk biedt namelijk sociaal contact, een gemeenschappelijk doel, regelmatig activiteit, werk structureert tijd en werk biedt identiteit. Werk wordt daarom steeds vaker gezien als een medicijn. Bovendien is werken van maatschappelijke en economische waarde. Het probleem is echter dat participeren in betaald werk niet voor iedereen vanzelfsprekend is. De werkeisen zijn in de loop der tijd enorm toegenomen, waardoor een groeiende groep mensen niet of niet meer kan voldoen aan de eisen die in de vacatures gesteld worden. Deze groep mensen wordt vaker mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt genoemd, maar feitelijk wordt de afstand door de eisen op de arbeidsmarkt zelf veroorzaakt. Daarom definieer ik de groep als een hele diverse groep mensen met een grote variëteit aan vaardigheden en competentie die zonder hulp niet in staat is werk te vinden en te behouden op de huidige arbeidsmarkt. Ik heb echter tijdens mijn onderzoek geworsteld met deze definitie. Dat hangt samen met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en een breder maatschappelijke context en dilemma. Om te kunnen verantwoorden namelijk dat deze doelgroep ondersteuning nodig heeft bij het vinden en behouden van werk of financieel gecompenseerd zouden moeten worden, is het van belang om aan te tonen dat ze afwijken van de standaard en dus om een incapaciteit aan te tonen. Terwijl voor arbeidsparticipatie juist inzicht in de capaciteiten van de doelgroep van belang is. Omdat daarvoor instrumenten ontbraken, richt mijn onderzoek zich op de ontwikkeling van een passend instrument. Ik wil echter in mijn onderzoek niet alleen bijdragen aan de inclusie van de doelgroep, maar wil ook graag een stap verder gaan en bijdragen aan hun ontwikkeling tijdens werk. De centrale onderzoeksvraag van mijn proefschrift luidt dan ook: hoe kan de werkcapaciteit in relatie tot de werkresultaten van de doelgroep gemeten worden? En hoe kan hun ontwikkeling tijdens werk gemonitord worden? Om deze centrale vraag te kunnen beantwoorden, heb ik 3 subvragen geformuleerd die in 3 verschillende hoofdstukken beantwoord worden. Hoofdstuk 2 richt zich op de eerste subvraag. Wat zijn de meest relevante vragensets voor psychologische eigenschappen? En wat is nodig om deze vragensets toegankelijk en betrouwbaar voor de doelgroep te maken? Uitgaande van het feit dat de werkcapaciteiten van de groep in kaart gebracht moeten worden, zijn op grond van de literatuur uit de arbeids- en organisatiepsychologie
psychologische eigenschappen gekozen die veelal gebruikt worden voor reguliere werving en selectie. Vervolgens zijn voor de doelgroep passende vragensets geselecteerd voor cognitief functioneren, dat vereist is voor basale dagelijkse handelingen en dus niet te verwarren is met IQ, conscientieusheid, ofwel zorgvuldigheid en precisie, zelfeffectiviteit, ook wel geloof in eigen vermogen genoemd, en coping, gereedschap om te kunnen reageren op stress en problemen. Coping is specifiek toegevoegd vanuit op grond van de reïntegratieliteratuur. Professionals, zoals jobcoaches, twijfelden echter of de doelgroep wel in staat was om vragenlijsten in te vullen en te reflecteren op hun eigen handelen. Om in reguliere bedrijven te kunnen werken, werken, leren en ontwikkelen, is het echter wel essentieel. Dus als mensen uit de doelgroep dit niet zouden kunnen, dan is het van belang dat ze het zouden leren. Daarom is het taalniveau van de vragenset vereenvoudigd en zijn er ook vragenlijsten voor beoordelaars ontwikkeld om de doelgroep hiermee te kunnen vergelijken, of de score van de doelgroep. Na een pretest op kleine schaal zijn 2 studies uitgevoerd om de betrouwbaarheid van de vragenset te testen. Voor een eerste studie zijn 2 keer datasets verzameld met een tussenliggende periode van 3 maanden voor de test, hertest. Deze data zijn verzameld op scholen van speciaal onderwijs, praktijkscholen en arbeidstrainingscentra. Een tweede studie is verkend of de analyses uit de eerste studies met nieuwe data bevestigd konden worden. Met deze beide studies is aangetoond dat de vragensets voor psychologische eigenschappen betrouwbaar zijn, ofwel dat bij herhalende meting hetzelfde gemeten wordt. Nadat de betrouwbaarheid was vastgesteld, was de vraag of de vragensets ook valide waren. Dus in hoeverre de vragensets ook meten wat we zouden willen meten. Deze tweede subvraag is in hoofdstuk 3 beantwoord en luidt: wat zijn de meest relevante werkresultaten voor de doelgroep en wat is de relatie tussen psychologische eigenschappen en werkresultaten? Om deze vragensets voor psychologische eigenschappen te kunnen valideren. Werkendag en taakprestatie zijn geselecteerd als werkresultaten om de relatie te kunnen testen tussen de psychologische eigenschappen en de werkresultaten. Dit is onderzocht via analyses waarin de relatie tussen de verschillende psychologische eigenschappen en werkresultaten onafhankelijk van elkaar getest zijn. Daarnaast zijn analyses uitgevoerd waarbij we het effect van de werkresultaten van alle psychologische eigenschappen gezamenlijk getest hebben. Zoals verondersteld, laten de onderliggende factoren voor cognitief functioneren, conscientieusheid en zelfeffectiviteit een positieve relatie zien met arbeidsgedrag en taakprestatie. Vermijdende coping en emotionele coping laten zoals verondersteld een negatieve relatie zien. Vermijdende coping springt er echt uit in de analyses. Dat duidt erop dat hoe meer een individu de neiging heeft om bij stress of problemen weg te lopen, deze persoon naar verwachting ook minder goed zal scoren op arbeidsgedrag en taakprestatie. Op grond van deze verkenning, en dus ook de verkenning van de relatie tussen psychologische kenmerken en de werkresultaten, kan geconcludeerd worden dat de vragensets betrouwbaar en valide zijn. Dus dat de vragensets geschikt zijn voor de doelgroep. De laatste onderzoeksvraag is beantwoord in hoofdstuk 4 en richt zich op hoe de ontwikkeling van de doelgroep gemeten kan worden en in hoeverre deze ontwikkeling beïnvloed wordt door contextuele factoren. Om de ontwikkeling over tijd te kunnen meten en te verkennen in hoeverre de contextuele factoren daarop van invloed zijn, zijn verschillende factoren van cognitief functioneren en werkgedrag 3 keer gemeten in een periode van 4 maanden. Daarvoor hebben mensen uit de doelgroep en een werkbegeleider een vragenlijst ingevuld. Tevens hebben mensen uit de doelgroep op meetmoment 2 vragensets ingevuld over de mate waarin ze zich geaccepteerd en ondersteund voelen in hun werk. De resultaten laten zien dat zowel in de zelf- als in de beoordelerscore cognitieve factoren voor leren en geheugen
planning en organisatie, probleemoplossend vermogen, positief ontwikkelen over tijd. Verder was alleen in de zelfscore ook een positieve ontwikkeling te zien van de cognitieve factoren aanpassingsvermogen en concentratie. En voor de werkgedragsfactor werktempo. Vervolgens is onderzocht in hoeverre de mate waarin mensen zich geaccepteerd en ondersteund voelen van invloed is op de ontwikkeling. Daaruit blijkt dat mensen die een hoge mate van acceptatie ervoeren, positief ontwikkelen. Terwijl de ontwikkeling dicht daalde wanneer mensen zich een lage mate van acceptatie ervoeren. Eenzelfde beeld is te zien voor de invloed van acceptatie op de ontwikkeling van zorgvuldigheid en sociaal gedrag. En voor de invloed op ervaren support op de ontwikkeling in werktempo. Op basis van de verschillende onderzoeken is dan ook de conclusie: dit proefschrift heeft betrouwbare en valide vragensets opgeleverd om de werkcapaciteit van de doelgroep in kaart te brengen. Bovendien kan met de vragensets de ontwikkeling van cognitief functioneren en werkgedrag gemeten worden. De ontwikkeling wordt echter beïnvloed door de mate waarin men zich geaccepteerd en gesteund voelt. In hoofdstuk 5 wordt de centrale onderzoeksvraag van het proefschrift beantwoord. Het antwoord op de vraag: hoe kan de werkcapaciteit van de doelgroep en hun ontwikkeling gemeten en gemonitord worden, luidt: dat kan met de Maastrichtse werkcapaciteitmonitor, een instrument dat via deze studies gevalideerd is. De Maastrichtse werkcapaciteitmonitor werkt als volgt in de praktijk. Het proces van de Maastrichtse werkcapaciteitsmonitor lijkt wat op 360 graden feedback. Per meetmoment vullen de betrokkenen zelf en een werkbegeleider een vragenlijst in. En daarnaast vult bij de eerste meting ook een persoonlijk bekende en bij de vervolgmetingen een leidinggevende vragenlijst in. Dus per meetmoment vullen 3 mensen een vragenlijst in. Na elk meetmoment ontvangt de jobcoach een verslag, zodat deze het verslag met betrokkenen kan bespreken en kan toelichten. Het gesprek met de betrokkenen en de werkbegeleider vormt de basis om inzichten te delen en van elkaar te leren en voor het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan. Het verslag is in verschillende onderdelen opgebouwd. Het geeft inzicht in hoe iemand zelf zijn werkgedrag beoordeelt en ook hoe de beoordelaar daarnaar kijkt. Het gaat dus over persoonlijke eigenschappen, arbeidsgedrag, taakprestatie en de omgevingsfactoren acceptatie en begeleiding. In het verslag wordt dus ook inzichtelijk gemaakt of het eigen oordeel ook afwijkt van dat van de beoordelaar. Een verschil in oordeel is geen probleem. Dat biedt juist een goed uitgangspunt om met elkaar in discussie te gaan en daarvan te leren. Tevens wordt in het verslag met grafieken de ontwikkeling over tijd in kaart gebracht. Ik illustreer het proces met een praktijkvoorbeeld. Davy, een 19-jarige vrouw uit de doelgroep, is pas begonnen als facilitair medewerker in de zorg. Davy wordt begeleid door Berna. Omdat Berna in wisselende diensten werkt, wordt de dagelijkse begeleiding van Davy door verschillende collega's opgevangen. Om Davy methodes te kunnen begeleiden, is de Maastrichtse werkcapaciteitsmonitor ingezet. Voor de eerste meting hebben Davy, haar moeder en haar werkbegeleider een vragenlijst ingevuld. Uit het verslag komt onder andere naar voren dat Davy bij stress en problemen de neiging heeft om weg te lopen of afleiding te zoeken. Doelgericht werken komt als ontwikkelpunt naar voren. In de toelichting hierop geeft Berna aan dat Davy haar werk niet controleert en niet corrigeert, omdat ze altijd wegloopt. Ze controleert bijvoorbeeld niet of alle benodigdheden voor de avond en nacht in de voedingskarren zitten. Davy herkent dit. Davy moet erom lachen en mompelt: ik kan het toch nooit goed doen. Oké. Ik kan het toch nooit goed doen. Het is iedere keer anders. Als een collega vandaag vraagt, vandaag werk ik met de ene collega samen en moet de kar goed gevuld worden. Morgen werk ik met een andere collega samen en is de kar net te goed gevuld,
waardoor in de avond en nacht mensen voeding missen. Devi had zelf de oplossing gevonden voor het probleem om toch doelgericht te kunnen werken. Op het moment dat de collega's eens zouden worden over wat een goed gevulde kar was, zou zij er een foto van maken en zou zij op die manier haar eigen werk kunnen controleren en corrigeren. Het voorbeeld illustreert welke invloed de werkcontext op het functioneren van de doelgroep heeft en hoe mensen uit de doelgroep regie kunnen nemen over hun eigen leer- en ontwikkelingsproces met behulp van de Maastrichtse werkcapaciteitsmonitor. De belangrijkste inzichten van dit proefschrift zijn: dit onderzoek heeft aangetoond dat de doelgroep even goed als ieder ander in staat is om adequaat te reageren op heldere en eenduidige vragen en te reflecteren op hun eigen handelen. De resultaten tonen geen eenduidige aanwijzingen dat er structureel over- of onderschatting sprake is. Op grond daarvan is mijn advies aan wetenschap, beleidsmakers en de reïntegratiepraktijk: includeer de doelgroep in de assessment van de werkcapaciteiten en neem hun input serieus. Dank voor uw aandacht. Hartelijk dank voor uw presentatie. De oppositie zal worden geopend door professor Ruiter, hoogleraar verbonden aan deze universiteit met een leerstoel over health and social psychology. Professor de Ruiter. Dank u wel, meneer de prorector. Geachte kandidaat, het is mij een groot plezier om hier aanwezig te zijn en om dit moment mee te maken met u. Het is een lang proces geweest, maar ook een heel complex proces. En het is alleen al geïllustreerd door de opzet van studie 3 bijvoorbeeld, waar u meer gebruik maakt van meerdere bronnen om informatie te verzamelen over mensen met lagere werkcapaciteit. En dat ook nog weer over de tijd doet en dergelijke. Dus. En met een niet makkelijke doelgroep. En ook echte organisaties in moeten. Dus mijn complimenten. Ook mijn complimenten voor de duidelijke schrijfstijl en het net hele mooie presentatie en samenvatting van uw werk. Ook de felicitaties aan het promotieteam natuurlijk. Goed, tijd is beperkt. Ik ga over naar mijn vraag en die vraag gaat over hoofdstuk 3. En mijn eerste vraag betreft de regressietabellen daar op pagina 67 en 68. Als ik een regressietabel, ik ben een toegepast psycholoog. Ik ben altijd geïnteresseerd in, wat kan onderzoek ons leren over verandering van gedrag? Waar moeten we dan op inzetten? En een eerste vraag die ik dan heb is, hoe goed zijn we in staat om dat gedrag te verklaren? Mm-hmm. En het eerste wat ik dan doe bij een regressieanalyse is kijken naar de verklaarde variantie. Mm-hmm. En daar zie ik varianties van rond de punt 20 die verklaard worden. Mm-hmm. Wat is uw mening daar? Wat vindt u van de hoogte van de verklaarde variantie? Hoogleraar Opponent, dank u voor uw vragen. En wat ik denk over het feit dat er een relatief lage, zoals u aangeeft, verklaarde variantie zou zijn, mm-hmm. Is mijn mening dat als je kijkt van welke factoren allemaal van invloed zijn op onder andere ook werkgedrag, mm-hmm. is dat enorm. En zijn er heel veel factoren die daarop van invloed zijn. En op het moment dat we al percentages tussen onder andere ook 20% van verklaarde variantie mm-hmm. hebben we het dan over, mm-hmm. dan is dat een relatief groot aandeel. En zijn we daar eigenlijk al heel erg blij mee. Want dat is wel essentieel voor. Als je vergelijkt welke factoren nog meer een rol spelen. Ja. Dat zouden we kunnen gaan hebben over welke andere factoren u dan aan zit te denken. Maar dat wil ik even niet doen. Ja. Want dat is dan mijn logische vraag zijn. Wat is er nog meer? Want er is nog 80% over wat verklaard moet worden. En welke factoren zijn dat? Maar dan even terug naar die regressieanalyse. En eigenlijk, u schrijft dan in discussie de praktische implicaties en dan baseert u eigenlijk uw voornaamste advies op die regressieanalyse. En dat noemt u avoidant coping als zijnde
de variabele die er eigenlijk steeds opnieuw uitspringt. Mm-hmm. Want die heeft in die regressieanalyse inderdaad steeds weer een unieke bijdrage in de voorspelling van uw uitkomstvariabelen, task performance, workpace en dat soort variabelen. Maar als ik dan naar de correlatietabel kijk, dan zie ik daar helemaal eigenlijk maar één keer een significante correlatie met task performance, maar niet meer met workpace en die andere drie variabelen die je meet. En denk ik van ja, is dat nou wel zo'n verstandige keuze om ons daarop te gaan richten? Want een correlatie wat mij betreft, ervan uitgaande dat die een bepaalde richting heeft, het zou toch moeten betekenen als ik op avoidant-oriented coping ga zitten en daaraan ga draaien, dan zou er iets moeten veranderen in mijn task performance en dergelijke. Maar dat effect lijkt me heel klein te zijn of niet aanwezig, die relatie. Dus is dat nou wel een verstandige keuze? Goede vraag. Ik ben ervan overtuigd dat het wel een goede keuze is. We hebben inderdaad meerdere analyses gedaan, zoals u ook aangeeft. We hebben inderdaad de onafhankelijk, dus per factor, gekeken wat de relatie is met arbeidsgedrag en werkprestatie. En uiteindelijk hebben we dus ook de regressieanalyse gedaan, waarbij we alle factoren samengenomen hebben. En dan is ook het probleem, en dat is als er dan een 20% verklaarde variantie in zit, is dat relatief veel. Mm-hmm. En vooral ook omdat uiteindelijk in die analyse de verschillende factoren eigenlijk variantie van elkaar opeten. Dus dat is een probleem. Maar goed, als ik verder kijk, waren er toch heel veel verschillende factoren die wel degelijk een positieve relatie hebben op arbeidsgedrag en werkprestatie. En u refereert ook bijvoorbeeld naar vermijdende coping. Van is dat dan nou wel zo'n belangrijke? En uiteindelijk, in het voorbeeld wat ik net ook geschetst heb, bijvoorbeeld van Davy, ging het bijvoorbeeld ook over vermijdende coping. Zij had een neiging om weg te lopen bij problemen. En uiteindelijk is het niet zozeer, dan mag je op zich, want het is geen causaal verband of zo, het is niet, maar het gaat erom dat uiteindelijk de verwachting dan is dat naarmate mensen hoger scoren op vermijdende coping, zij ook minder goed zouden kunnen scoren op arbeidsgedrag en werkprestatie. Mm. En in het voorbeeld laat het ook zien dat ze echt ook de neiging heeft om weg te lopen. Het andere is dat het niet zozeer een gegeven is en dat ik ook niet zou willen dat mensen daarop afgewezen zouden worden, maar dat het veelal een stuk informatie is dat je weet waarom, als een signaal dat er sprake is van stress of problemen. Nee, dat is duidelijk. En ik denk ook dat dat goed beïnvloedbaar is. Ik denk dat zeker we daily kunnen trainen om dat minder vaak te doen, minder. Nou ja, kijk, en dat is het andere. Hè, van, in het onderzoek hebben we drie varianten van coping gemeten. Zowel actieve coping, dat is eigenlijk een copingstijl die je het liefst zou willen zien. Ja. Dus dat mensen echt daar van eventuele stress en problemen kunnen leren en de volgende keer erger kunnen voorkomen. Op het moment dat ze emotionele of vermijdende coping hebben, is dat niet zo'n normatige reactie. Maar uiteindelijk proberen we dan ook in dat verslag aan te knopen bij punten die wel positief zijn. En dat je ze daar een stap verder mee kunt helpen. Nou, dank u wel voor uw antwoord. Heel fijn. Hartelijk dank. De oppositie zal nu worden voortgezet. Will be continued by professor Dr. Munduate van de University of Seville. And Professor Munduate has a chair in organizational and social psychology. Professor Munduate. Thank you very much. And dear candidate, congratulations with your highly interesting and well-written dissertation. Your dissertation deals with an important topic, the inclusion of people with limited work capacity in the labor market. In addition, I understand the title. The meaning of your title, Inclusion and Beyond, because you are analyzing how to promote the professional development of the target group in regular work settings. Your dissertation contains several interesting studies, and I like your dissertation journey. First, developing the instrument to assess the work capacity of this group, then analyzing the psychometric properties and
in order to explore the predictive validity with respect to work behavior. And then, because keeping a job is a main concern for this group, then good guidance is an important issue to maintain the job. Therefore, the research questions and the different steps developed in your research are coherent, well integrated, and relevant in this study. With regard to the development of your research competences, during this journey, I can see that the literature on the topic has been comprehensively examined. The statistical analysis were technically well conducted, and the main hypothesis has been supported in some extent. Additionally, you presented a good integration of the three studies with a general very enrichment discussion and practical implication. And finally, among the most objective data of your achievements in research competences is that you have three publications in high impact journals. So, my congratulations again for your achievements with your dissertation journey, and also congratulations to your supervisors, promoters, for the good guidance in this journey. Not everything is prized. I have some concerns and one question I would like you to address. It is related with the self and other rating on the same behavior of variables. In the study in chapter 3 and in chapter 4, the participants, observers, supervisors, mentors are also asked to provide information regarding the cognitive functioning and the work behavior. The objective seems to be to look for differences between the self and other ratings. However, first, as you state in chapter 3, this is against the strong tendency to look for self-others agreements. And second, the adjustment between the self and others ratings confirms that people are rating the same behavior, the same variables. Mm-hmm. From the statistical point of view, it's perfect because you analyze similarities, you perform the correlations, you analyze the results. But my question is, and I would like that you develop more in a comprehensive way, why you take the perspective of differences instead of the perspective of similarities? That's my question. Okay. Highly esteemed opponent, thank you for your questions and compliments. If I understood you right, the idea was that I was looking for differences between and the self and other ratings. Right. That's not exactly the aim of my study. I just wanted also in the development, we set it up as a 360 feedback, just because there were doubts about the target group if they were able to fill out questionnaires and also to reflect on their behavior. So for that reason, there was also an observer score. So, and also during the whole study, we took also the observer scores into account and also to compare them with the target group themselves. But we were not especially looking for differences. And also what we see especially also in the first study, there are also quite some similarities, and also how they interpret the different questions, for example, in the factor structure. But with respect to your question, why should... I'm not really looking for similarities, and that we all should have the same perspective on our behavior. Because also, if I would have with my supervisors a discussion about my
performance, then we could also have differences in our viewpoints. And so in that, for that reason, and also especially for the target group, to learn to reflect on their own behavior and if they have the right point of view, but also for the supervisors, if they see it right, and also there can be some differences in opinion, that's not really a problem. The most important thing is that you get a discussion. Okay, discussion between the self and the others. Yes. Okay, for guidance, I understand. Yes, for guidance. And also for learning and development, that's really important. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you very much. De oppositie zal worden voortgezet door professor De Rijk, verbonden aan deze universiteit met een leerstoel voor work and health. Professor De Rijk. Dank u. Geachte promovenda, het is de tweede keer dit jaar dat ik een van de alumni van onze master, die nu de naam heeft Occupational Health and Sustainable Work, in uw tijd nog Work and Health, dat een van die alumni promoveert. Maar in uw geval is het een heel speciaal geval. Ik vind het heel bijzonder dat ik dit mag meemaken. En ik denk dat het met mij deelt als we terugdenken aan de tweede maand van de master bij ons. Dat we dat eigenlijk niet hadden kunnen denken. Tegen het einde van die tijd wel. Want het was heel duidelijk dat er een steile leercurve was. En die heeft zich voortgezet. Maar ik wil dan ook echt van harte u en uw promotoren feliciteren met dit ook zeer interessante proefschrift, waarover ik heel veel vragen zou kunnen stellen, maar ik ga mij beperken. Want u illustreert perfect, daar wil ik toch verder op ingaan, u illustreert perfect hoe werkcapaciteit zich kan ontwikkelen. En dat brengt me bij hoofdstuk 4. Hierin beschrijft u eigenlijk een, vind ik toch, spectaculair effect. U meet 16 weken en u vindt effecten in 16 weken en eigenlijk ook op veel van de maten. Mijn eerste vraag is, in hoeverre bent u bekend met het Hawthorne-effect? Enigszins. Enigszins, oké. Dan meteen mijn volgende vraag. Het is eigenlijk samengevat, de tegeltjeswijsheid, alles wat je aandacht geeft groeit, wat ze tegenwoordig zeggen. In hoeverre illustreren de resultaten in hoofdstuk 4 eigenlijk meer een Hawthorne-effect dan een effect van het gaan werken en de nieuwe werkomgeving? Hooggeleerde opponent, dank voor uw vraag. Ik denk, een hele goede vraag. Feitelijk heb ik dat niet onderzocht, dus zou ik daar ook geen antwoord op kunnen weten. Ik ben het met u eens. Mijn hele studie, vanaf de eerste tot de derde studie, dus tot hoofdstuk 4, hebben de resultaten mij verrast. En zeker ook dat de ontwikkeling over tijd in zo'n korte tijd mogelijk was. En vooral ook van een doelgroep waar heel veel mensen van zeiden dat er geen ontwikkelingspotentieel in zou zitten. Dus, en dat we die in zo'n korte tijd hebben kunnen meten is heel bijzonder. Ik ben het met u eens dat het ook heel goed zou kunnen dat het ook zomaar de aandacht is. En het andere is, we hebben ook gezien dat het wel, hè, als die aandacht niet zo positief is, hè, als het gaat om acceptatie of eigenlijk niet zo goed, hè, mensen voelen zich niet gesteund of ze ervaren geen support, dan zie je ook een afvlakkende curve. Dus daarin eigenlijk, is het hard op denken, zeg ik eigenlijk, even kijken, antwoord. Het gaat erom, ja, inderdaad, het moment dat ze aandacht krijgen en ze gesteund voelen, groeien ze. Het moment dat ze dat niet ervaren, vlakt het af. En u weet, denk ik ook, misschien nog wel, dat Hawthorne-effect een heel belangrijk inzicht was voor de arbeids- en organisatiepsychologie eigenlijk later. De aandacht voor de menselijke factor in het werk is heel belangrijk. En eigenlijk heeft u dat opnieuw weer laten zien, veel specifieker, met ook een potentieel heel groot effect voor de ontwikkeling van het vakgebied, denk ik. Ik ben helemaal tevreden met mijn antwoord en ik wil het woord graag teruggeven aan de prorector. Dank u wel.
Nu heb ik ook minder tijdzorgen. Dan gaan we door met de oppositie. Die zal worden voortgezet door dokter Oud-de-Willigen, universitair hoofddocent verbonden aan deze universiteit met de expertise Work and Organizational Psychology. Dank u wel. Geachte kandidaten, allereerst ook mijn complimenten voor dit fantastische proefschrift. Het is van grote praktische waarde en tegelijkertijd maakt hij gebruik van robuuste wetenschappelijke designs en geavanceerde analysetechnieken. U gebruikt een grote variëteit aan statistische technieken, variërend van regressie tot factoranalyse en random coefficient modeling. Ik heb het kritisch doorgelezen en ik heb daar geen kritische vragen over kunnen verzinnen. Dus daarom zal ik een conceptuele vraag stellen. Over hoofdstuk 4, waarin u kijkt naar de ontwikkeling van cognitief functioneren en werkgedrag over tijd. En daarin kijkt naar de rol van mentorsupport en sociale acceptatie. Het viel me hierbij op dat u cognitief functioneren en werkgedrag als veranderbaar over tijd ziet. Dus u meet deze hoe die groeien over tijd. Terwijl u sociale acceptatie als vaststaand veronderstelt. U meet dat één keer. Nu vroeg ik me af of dat realistisch is en wat er zou gebeuren als u die assumptie los zou laten. Dus ik wil u uitdagen om te bedenken hoe dat eruit zou kunnen zien als u ook als sociale acceptatie als veranderbaar over tijd zou zien. Zeer geleerde opponent, dank voor uw vraag. Een hele goede vraag. Uiteindelijk is dit niet zozeer een uitgangspunt geweest, dat sociale acceptatie een vaststaand punt was. Het had er meer mee te maken dat wij op meetmoment 1 bijvoorbeeld het niet mee konden nemen of ook niet meegenomen hebben, omdat we van mening waren dat mensen enigszins aan het werk moeten zijn en überhaupt collega's hebben leren kennen voordat ze ook mogelijk de acceptatie en steun zouden ervaren. Dus het is zeker niet iets wat we als een onontwikkelbaar punt meegenomen hebben. We hebben alleen een analyse op een tweede meetmoment over, in de tijd genomen. Maar als u dat dan theoretisch zou willen verkennen, wat zou u dan verwachten als het wel ontwikkelbaar was? Verwacht u dan dat die twee elkaar beïnvloeden over tijd? Verwacht u dat sociale acceptatie ook zal groeien of dalen over tijd? Heeft u daar bepaalde verwachtingen voor? Ik denk zeker dat eigenlijk de sociale dat er twee factoren zijn die elkaar beïnvloeden. Dus naarmate, want dat is het andere, naarmate mensen ook beter gaan functioneren of zich ontwikkelen over tijd, zullen ze ook meer acceptatie ervaren. Dus dat blijft elkaar beïnvloeden. Dat staat buiten kijf wat mij betreft. Dus je verwacht een positieve spiraal of een negatieve spiraal in een minder goed lopende mij is dat wat we ook in de praktijk heel veel zien. Ja. Oké, dankjewel. Oké. Dan wordt de oppositie voorgezet door professor Van Vuren, verbonden aan Open Universiteit in Loyalis, met een leerstoel over Strategic Human Resource Management, Vitality Management. Professor Van Vuren, alstublieft. Ja, geachte promovenda, van harte gefeliciteerd met dit mooie proefschrift en ook uw promotoren. En ik vind het een heel relevant onderwerp. Ik vind het heel belangrijk dat je met uw onderzoek mensen helpt met een beperkte werkcapaciteit om aan het werk te komen, het werk te vinden en ook te behouden. Dat is echt heel belangrijk. En die goede beoordeling en ook die monitoring van hun capaciteiten maakt het ook mogelijk. Hè, dat ze ten eerste aan het werk kunnen komen en dat ze dus ook begeleid daarbij kunnen worden. En ik vind een belangrijke conclusie in uw onderzoek is dat mensen met die beperkte werkcapaciteit ook zelf in staat zijn om hun eigen capaciteiten te beoordelen. Hè? En net zoals andere mensen dat kunnen. Maar daar gaat tegelijkertijd mijn vraag over. En daar sluit ik ook aan bij de vraag van professor Mundate. Hè, van, er zijn dus, gebruikt zowel eigen beoordelingen als die beoordelingen door anderen, door de observatoren. Maar daar vindt u wel verschillen in. Wijst dat er dan toch niet op dat er sprake is van onvermogen? Van de mensen zelf, om hun eigen werkcapaciteit te beoordelen. Want het komt niet overeen met het oordeel van de anderen. Hooggeleerde opponent, dank voor uw vraag.
Een goede vraag. Uiteindelijk denk ik, wat wij ook concluderen is dat inderdaad er verschillen zitten in beoordeling. Van hoe mensen zelf naar hun vaardigheden kijken, maar ook hoe beoordelaars daarnaar kijken. Maar uiteindelijk is het, zitten er verschillen in en kan het zo zijn dat mensen zich over- of onderwaarderen. Maar dat geldt ook voor reguliere mensen, die doen dat ook. Dus daarin verschilt de doelgroep eigenlijk niet van de normale populatie. En dat is eigenlijk een van de belangrijkste dingen die ik aan zou willen tonen. En dat je met dit soort onderzoeken, het is geen, wat ik ook eerder zeg, het is geen kausaal verband. Of ik zeg ook niet van op het moment dat je het assessment doet en de werkcapaciteit inschat. En het zou heel positief of heel negatief zijn dat daar een oordeel over valt. En dat ze wel of niet aan het werk zouden kunnen gaan of aan het werk zouden kunnen blijven. Het gaat er vooral om dat je eigenlijk een momentopname hebt die we ook ontwikkelen of meten over tijd. En daar zit de ontwikkeling in. En dat kan ook soms negatief ontwikkelen. Maar dat het vooral signalen zijn die je op zou moeten pakken en zou moeten verkennen wat er ook in de context speelt of in de omgeving speelt om die ontwikkeling weer een positieve kant op te krijgen. En is het, want ik vroeg me af, want er zijn dus verschillen. Je zegt van het kan wel. En de mensen kunnen wel hun eigen capaciteiten inschatten. Ja. Maar dan vraag ik me af, zijn dan die vragenlijsten door die anderen dan wel nodig? Zijn we niet beter af als het helemaal omzegt? Dat er eigenlijk dat we die meedingen van die andere beoordelaars niet gebruiken. Want wat we zagen, doordat er meerdere metingen van de anderen nodig waren, was er ook meer uitval in de studie. He, dus als je alleen de oordelen van de mensen zelf zou gebruiken. En bovendien kun je eigenlijk dan wel vertrouwen op het oordeel van die anderen. Want stel dat een leidinggevende is of een supervisor, die hebben vaak toch een hele grote span of control. Ja. Hebben ze eigenlijk wel zicht op dat functioneren van de mensen? Of als het een familielid is, durven die wel hard te oordelen over hun kind? Dus wat is, kan je dan eigenlijk niet beter alleen afgaan op het oordeel van de mensen zelf? Een hele aardige vraag. Het punt is alleen dat mensen ook niet solistisch werken. En we zouden dan wel alleen aan hun kunnen vragen wat ze ervan vinden. En dan zouden ze een heel goed oordeel kunnen hebben. Maar in een omgeving zitten allemaal mensen die er ook wat van vinden. En als dat afwijkt en als ze daar niet over communiceren, dan hebben we vaak gezien dat vooral de doelgroep daar het slachtoffer van is. Dus wat het eigenlijk ook geeft, is dat ze beide een oordeel geven en dat ze daarmee in gesprek gaan. En dat, het voorbeeld wat ik ook schets in de presentatie, waar Davy dus inderdaad slecht zou functioneren of doelmatig handelen. En dat ze dan de neiging heeft om weg te lopen. Maar dat uiteindelijk, in dit voorbeeld, komt eigenlijk ook naar voren dat het niet Davy was die niet de werk niet zou kunnen controleren of zou kunnen corrigeren. Maar dat er in de omgeving onduidelijkheid was wat eigenlijk de verwachting was of wat de norm was. En dat is naar mijn gevoel ook echt de meerwaarde dat ze dat ze zelf regie nemen, dat ze ook een centrale plek daarin hebben, dat ze meepraten. Maar wel dat ze met de leidinggevende, de collega's, de buddies en ook hun jobcoach in gesprek blijven. Ja, dus belangrijk is eigenlijk dat die vragenlijst input geeft om dat gesprek aan te gaan. Ja, en dat het eigenlijk wel. Wordt. Ja, oké, dank u wel. Dank u wel. De oppositie zal worden voortgezet door professor De Grip, emeritus hoogleraar Human Capital Formation and the Labour Market, verbonden aan de Maastricht Universiteit. Ja, dank u wel, Paul Rector. Geachte Popo Vedna, ook ik wil mijn complimenten maken voor uw mooie proefschrift. Het zijn, denk ik, hele waardevolle empirische studies naar de ontwikkeling en ook de bruikbaarheid van de monitor. En het ontwikkelen van die monitor zelf vind ik ook een grote prestatie. Ik heb eigenlijk twee vragen die ik zou willen stellen. Eentje is meer naar de inhoud van de monitor en het andere is even naar de uitkomsten in hoofdstuk 4. Om met de inhoud te beginnen, net was er ook al een discussie over de variantie die u verklaart met
met de monitor. Ik bekeek er vanaf de andere invalshoek, mijn eigen expertise. En een van de dingen die ik dan zelf eigenlijk mis in de monitor, en dat is momenteel heel veel de aandacht voor, is de lagere geletterdheid van de bevolking. En ook de grote groep mensen, waarin ook letterlijk gezegd wordt, door de lage geletterdheid kunnen ze minder goed mee in de samenleving en ook op het werk. Specifiek wordt ook nog wel eens gewezen momenteel op digitale geletterdheid. Waar ook er toch een flinke groep mee worstelt om op die manier niet mee te kunnen in de samenleving en op het werk. Zo mijn eerste vraag is van in hoeverre zou het uitbreiden van een monitor, nog even los van op de manier waarop je het doet, aandacht voor geletterdheid nou die kracht, de verklaringskracht van de monitor nog kunnen vergroten? Ik ben benieuwd naar uw antwoord op deze vraag. Hoogleraar op de opponent. Een hele goede vraag in de zin van, de vraag is even in hoeverre ik hem en waarmee ik hem verder zal uitbreiden. U refereert aan de laaggeletterdheid, wat een breder maatschappelijk probleem is. Op zich werd ik daar ook vanochtend eigenlijk mee wakker en dacht ik dat de monitor is op niveau B1 ontwikkeld. Mm-hmm. Het is uiteindelijk het uitgangspunt geweest dat we met deze doelgroep te maken hebben met veelal laaggeletterdheid. Dus daar zijn we eigenlijk mee begonnen. Bestaande vragensets die er zijn, en als ze al vertaald waren in het Nederlands, om dat toch ook, want vaak zit er abstracte of beeldvorming in vragenlijsten, dus die hebben we eruit gehaald. En zoveel mogelijk naar concreet gedrag vertaald, zodat mensen ook echt een beeld hebben bij wat de vraag kan inhouden, op laag taalniveau. Dat is het uitgangspunt geweest. Ik zou eigenlijk niet zo goed weten. En het andere is ook dat de monitor, we hebben het over vragenlijsten. Maar het is dus ook een online instrument. Dus ook daarin worden bij wijze van de digitale vaardigheden ook enigszins uitgedaagd. Maar ik zou niet zo goed weten waar u op doelt dat ik hem uit zou moeten breiden met... Ja, ik zou van de andere kant heel veel dingen kunnen bedenken die we er niet in gedaan hebben. Omdat we keuzes hebben moeten maken dat ze ook niet alle vragen kunnen beantwoorden. Ja, het is ook niet zo makkelijk. Wat je ziet bijvoorbeeld in de PISA en ook het PIAAC-onderzoek onder volwassenen, is dat er toch kleine testdingen in zitten. Ook gewoon in een online vragenlijst. Dat zou een optie kunnen zijn. Het andere is natuurlijk dat je vraagt naar de meer objectieve vragen. Dus niet aan de persoon zelf, maar in ieder geval de andere groep, iemand in te delen op termen van geletterdheid. Ja. Ja. Als u, wat ik ook zei van waarom ik vanochtend daarmee wakker werd, van het idee van als we nu straks te maken hebben met een hele nieuwe generatie die eigenlijk alleen nog maar op B1 niveau functioneert. Mm-hmm. En ik eigenlijk ook in mijn discussie aangeef dat... wellicht ook de wetenschap breder gebruik zou kunnen maken van talen, van vragensets die op een lager taalniveau ontwikkeld zijn, dat van meerwaarde zou kunnen zijn. Dan denk ik dat we een beter doelgroep kunnen dienen. En verder hoor ik u zeggen om niet zozeer alleen taalkundig dingen te doen, maar ook anderszins te testen in de praktijk, wat ze wel en niet doen. Mm-hmm. Begrijp ik dat goed? Ja. Dat zou ook voorbeeld kunnen zijn. Het andere is dat dat natuurlijk eigenlijk al in de praktijk gebeurt. Mm-hmm. Hè? Want dat hebben we dus ook in hoofdstuk 4 gezien. Het leren en ontwikkelen gebeurt door het dagelijkse handelingen die ze in de dagelijkse praktijk ook uitvoeren. Ja. Ja, en wat u net aangeeft met het omzetten van die vragen voor deze doelgroep, vind ik ook een hele mooie prestatie van de monitor. Ik heb het eerder nog tijd voor mijn tweede vraag, die zou ik dan ook willen stellen. En dat is hoofdstuk 4. En ik vond het interessant, de bevinding, dat goede steun van de mentor leidt ertoe dat mensen zich beter ontwikkelen in hun werktempo.
Maar alle andere dingen niet. Hè? Wat is het cognitief functioneren, accuratesse, ja. Noem maar op. Ik vroeg me af hoe u deze uitkomst interpreteert. Is het goed om in het begin eigenlijk vooral te letten op het werktempo voor deze groep? Dus toch een soort eerste basis om mee te kunnen komen, denk ik dan. Of zou je toch moeten zeggen van dit suggereert ook dat die mentor misschien iets te veel hierop gefocust is. Die zou zich ook kunnen richten op die andere aspecten. Ik ben nogmaals benieuwd wat u hiervan vindt. Een hele aardige. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf ook wel verbaasd was, zeg maar, dat we alleen in deze effect zagen op inderdaad het werktempo. En inderdaad, ja, de vraag is van of daar dan heel erg op gestuurd is en of dat ook het enige is wat je zou willen. Eerlijkheidshalve heeft het sowieso bij mij opgeroepen dat waarom we voor acceptatie en support in de werkomgeving gekozen hebben, om dat als omgevingsfactoren mee te nemen, is om twee redenen. Acceptatie speelt heel erg mee, omdat het toch een doelgroep is die niet via regulier werk aan het werk komt. Dus altijd een buitenbeentje is over het algemeen binnen werk. En daarvan zagen we dat dat effect op meerdere, als ze geaccepteerd voelden, dat het inderdaad op meerdere factoren van effect was. En eigenlijk, wat we ook zeggen, het gaat om een doelgroep die niet in staat is om zonder steun of begeleiding te kunnen werken. Dat je daarin ook zou verwachten dat support of ondersteuning veel effect zou hebben. Dat had het dus eigenlijk niet, alleen maar op één factor. Ja. En eerlijkheidshalve, daagt dat mij in ieder geval uit om hier ook heel gericht nader onderzoek nog in het vervolg naar te doen. Omdat het echt een doelgroep die daar afhankelijk van is. En het laat weinig effect zien in deze studie. Ja. Bedankt voor uw antwoorden. Ja. Hartelijk dank. En dan wordt de oppositie voorgezet door dokter Van der Wiel, UHD, verbonden aan deze universiteit met de expertiseontwikkeling. Dat werkt niet goed in het Nederlands, dus ze weet heel veel over expertise. Geachte kandidaat, van harte gefeliciteerd met uw proefschrift. Ik heb het met heel veel interesse gelezen. U levert een belangrijke bijdrage om te zorgen dat mensen met beperkte werkcapaciteit kunnen participeren in werk en in de samenleving. En ik wilde u een vraag stellen die eigenlijk doorgaat op waar mijn de vorige spreker mee is begonnen. En dat doe ik vanuit mijn perspectief op leren en ontwikkeling. En ik zou graag nog meer weten over wat die onderzoeksresultaten in hoofdstuk 4 eigenlijk betekenen voor de praktijk en wat u daar verder mee kunt. Ik zie in uw proefschrift heel veel uitspraken over leren op de werkplek waar ik het mee eens ben. Als ik het heel kort samenvat, dan zou ik zeggen, geldt voor deze groep medewerkers, net zoals voor ons allemaal, dat mensen kunnen leren van hun ervaringen in een stimulerend werkklimaat, waarbij ze ondersteund worden om zich te blijven ontwikkelen. Gesprekken met een mentor helpen dan om doelen te stellen, om verwachtingen uit te spreken, ontwikkelbehoeften in kaart te brengen en te kijken hoe dat gerealiseerd kan worden. Dus als we kijken naar de rol van de mentor, heeft dat een belangrijk effect. En net is al geconstateerd, ja, daar ging mijn vraag eigenlijk ook over, van dat heeft eigenlijk beperkt effect, die steun van die mentor. Wat zouden we daar nou aan kunnen doen? Dus dat is mijn eerste vraag aan u. Hoe zouden we uw instrument kunnen inzetten, zodat die mentor daar meer mee aan de slag kan, dat dat een groter effect heeft? Zeer geleden op een hand. Dank u wel voor de vraag. Zonder meer, eigenlijk was mijn eindigde ook met de vraag dat ik daar heel graag nader onderzoek in zou willen doen. En vooral ook de rol van de supervisor daarin zou willen betrekken. En eerlijkheidshalve denk ik dat de vraagstelling tot nu toe van wat eigenlijk het support ook inhoudt, dat het maar heel beperkt was. We zijn op dit moment ook alweer met een revisie bezig van de Maastrichtse werkcapaciteitsmonitor, waarin ook die begeleiding een veel nadrukkelijke rol krijgt. Van welke rol de leidinggevende of collega ook kan spelen om ook stimulerend te zijn in die ontwikkeling. En dat we daar dus ook wat gerichter en uitgebreider
vragen naar hoe ook zeg maar, de betrokkenen zelf die rol zien van die begeleider. Maar ook hoe de begeleider zelf die rol ziet. En, mm-hmm. en wat daarin ook zeg maar, de begeleider zelf belemmert om zijn rol goed uit te kunnen voeren. Het kan ook opleiding of training zijn, maar kan ook simpelweg tijd zijn. En ook de rol die de leidinggevende daar bijvoorbeeld in speelt. Want uiteindelijk moet die ook de ruimte voor dat mentorschap bieden. En is het daarin ook weer het samenspel wat het team goed kan laten functioneren. Ja, dank u wel. Dat lijkt me heel mooi om aan te pakken, ook in ander onderzoek. Hè? Dan heb ik nog één vervolgvraag. Wat zou nu als u alle geld en middelen heeft die er zijn, wat zou u als eerste aanpakken om te zorgen dat de mensen blijven leren op de werkplek? Hè? Welke leeruitkomsten vindt u het belangrijkste? Dat is een hele goede vraag. Zoals ik hier blijvend bij mijn proefschrift ben ik er ook van uitgegaan dat leren en ontwikkelen voor de duurzame inzetbaarheid van deze groepen heel belangrijk is. Dat ze langer aan het werk kunnen blijven en dat ze daarin gewoon basale cognitieve vaardigheden moeten leren om de algemeen dagelijkse handelingen op een goede manier te kunnen doen. Maar natuurlijk uiteindelijk ook, het gaat ook om die werkprestatie. Want ook daarbij geldt, op het moment dat er op de lange termijn toch niet die werkprestatie geleverd wordt, dan zijn de contracten toch ook vaker wel van korte duur. Dus zitten er verschillende factoren in hoe je zou kunnen leren en ontwikkelen. Want een ander onderdeel, wat inderdaad niet geen onderdeel is van mijn proefschrift, maar waar ik me wel heel veel mee bezig hou, is ook hoe je werk organiseert. En hoe je ook werk zo kunt organiseren dat het stimulerend is. En dat mensen tijdens hun werk, dus door taakuitbreiding of door op een andere manier uitdagingen in het werk te leggen, om ze op die manier ook verder te kunnen laten leren en ontwikkelen. En ook dat zijn bijvoorbeeld dingen die ik in een vervolgonderzoek graag mee zou willen nemen. Van in hoeverre simpelweg het ontwerp van het werk ook mensen kunt stimuleren om stappen te maken in hun eigen ontwikkeling. Dank u wel. Dank u wel. Dan wil ik de aanwezige hoogleraar professor Kok vragen of die ook nog een vraag wil stellen. Dank u wel. Vindt u dat de universiteit goed met deze problematiek omgaat? Hooggeleerde opponent, dank voor uw vraag. Eerlijkheidshalve heb ik ook daar wel een mening over. Zelf ben ik heel erg van practice what you preach. En proberen we zoveel mogelijk ook inclusie in onze eigen omgeving, in ons eigen centrum bijvoorbeeld. Maar ook breder op de afdeling. En ook verder binnen de universiteit. Ik zou daar... daar zou nog heel veel meer in kunnen gebeuren. En toevallig hebben wij recent ook een lezing gehad. We kregen een instructie over hoe werving en selectie vorm zou kunnen krijgen. Daar ben ik met veel enthousiasme toegegaan. Ik was eigenlijk heel benieuwd wat we daar van zouden kunnen leren ook. En uiteindelijk was het een hele technische verhandeling over hoe je vacatures kunt stellen. En wat je als je een vacature zou hebben, welke technische handelingen je moest doen in systemen. Uiteindelijk heb ik daar ook inderdaad de vraag gesteld van hoe inclusief is het beleid? En hoe wordt er vanuit de universiteit gekeken naar ook van, want als ik een vacature heb, wordt die bij academic transfer geplaatst. Dat ik me ook afvroeg van, god, wat is de doelgroep en in hoeverre kunnen daar, is die ook divers en kunnen we daar ook mensen mee includeren? Dat is helaas... De zin nog afmaken. Ik laat het erbij. Nou, dan Gemma van Rautenbeek.
De gelegenheid voor het verdedigen van uw proefschrift is voorbij. De promotiecommissie zal zich nu voor beraad terugtrekken. Ik verzoek u en uw gezelschap op onze terugkomst en de uitslag van dit beraad in deze zaal af te wachten. The PhD defense has now ended. The degree committee will debate the candidate's performance behind closed doors. This process usually takes about 10 minutes. Outside, 7 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My goal's only getting clearer, east side to the west side. No place like home, if there's questions that you've got, go the extra mile and die. All your time, 'cause I'll go the extra mile. Long road to the south side, 7 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My goal's only getting clearer, east side to the west side. No place like home, if there's questions that you've got, go the extra mile and die. On the dash, got my laces tied. Long road, I don't waste no time. Break rules because fate decides. With the team and we chase the light. I make a move, fall down, shake it off. I hate to lose, bad branch, break it off. No room for negativity, praise and love. Prepare for deep park cause we're taking off. Get the mileage, traveling so far. No place like home, if there's questions that you've got, go the extra mile and die. Long road to the south side, 10 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My goal's only getting clearer, east side to the west side. No place like home, if there's questions that you've got, go the extra mile and die.
Gemma van Ruiterbeek, de commissie hier aanwezig heeft zich beraden over de kwaliteit van uw proefschrift en de wijze waarop u dat proefschrift heeft verdedigd. Op grond van haar positief oordeel en gelet op de examens die u vroeger heeft afgelegd, heeft zij besloten u de gevraagde doctoraat toe te kennen. De hoogleraar, professor Zaalstra, is gemachtigd u op de gebruikelijke wijze met deze waardigheid te bekleden. Het woord is aan uw promotor. Wil u gaan staan? Allereerst, belooft u dat u altijd volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk zal gaan, eerlijk, zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk? Dat beloof ik. Krachtens de bevoegdheid, ons door de wet toegekend, volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik hierbij u, Gemma Maria Cecilia van Ruitenbeek, tot dokter te bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens wet en gewoonte zijn verbonden. Ten bewijze hiervan overhandig u de bul door rector, secretaris en overige leden van de promotiecommissie ondertekend en met het grootzegel van de universiteit bevestigd. Beste Gemma, daar staan we dan. De dag die ik dacht dat zou komen, maar die jij dacht dat nooit zou komen, is dan eindelijk daar. Ik ben ongelooflijk trots dat we dit nu bereikt hebben. En Ute met mij zeker. Je hebt zelf natuurlijk lang wel eens getwijfeld, maar ik heb dat nooit gedaan. Het heeft de tijd gekost, dat is waar. Maar er staat tegenover dat er 3 artikelen zijn gepubliceerd en er zijn weinigen die dat nadoen. Ik herinner me nog dat we tijd geleden buiten op het terras zaten, Frans, jij en ik, en dat wij zeiden van nou, misschien moet je maar een proefschrift gaan schrijven. En dat bij jou de mond openviel en de ogen opging, wat, ik? En na een tijdje zonk dat in, maar goed, ik moet het toegeven, had je al 2 wijntjes op. Van nou, dan doen we dat maar. Wij waren ervan overtuigd dat je dat wel kon. En je had al een heel aantal carrière stappen gemaakt. Je bent begonnen als in verpleging, verpleegkundige. Je bent naar een arbodienst gegaan. Je hebt later ook nog zeg maar in een uitzendbureau, een vestigingsmanager. En je bent op later leeftijd weer begonnen om te studeren gezondheidswetenschappen. Ja, en daar kwam je bij Angelique terecht. En ook bij Frans. En Frans had in die tijd een project wat niet zo geweldig liep. En nou, je was net afgestudeerd. En zei, nou, vrouw, zei, Gemma, zou je dat willen doen? Het ging over arbeidsreïntegratie. Dat was ook wel in lijn met de studie. Jij hebt dat project eigenlijk meer of meer van de grond getrokken en daarmee verder gegaan. En op een gegeven moment waren ja, Henny en ik al begonnen met het slotenvaartproject. En daar zaten we ook een beetje omhoog met, van, ja, wie kan ons daarbij verder bij helpen? En toen zei Frans van, nou, misschien... Nou, en zo ben je bij ons terechtgekomen. En dat heeft nou, ontzettend leuk uitgepakt. Dat is zeg maar het slotenvaartproject geweest. Je hebt het zelf net genoemd. Daar heb je een wonderbaarlijke goede dingen gedaan. Ja, en je bent ook in onze groep terechtgekomen, de ANO-psychologen. En ja, je hebt wat dat betreft je daar ontzettend goed gemanifesteerd. Sjeer heeft net al gezegd van... ontzettend goede analyses gedaan, moeilijke analyses, dingen waarvan je van tevoren nooit gedacht had dat dat zou kunnen. Je hebt je daar echt helemaal ingegraven en uiteindelijk snap je alles wat er allemaal gebeurd was. Dat is denk ik toch ook wat jou kenmerkt. Als je iets zegt van nou oké, ik ga het doen, ook al had je een paar glaasjes wijn op,
dan ga je toch zeggen van nou, dan gaan we het ook doen. Maar goed, je lag ook in de groep heel goed. Ik weet al sommigen, je komt met jong en oud uit de voeten. En ik kan me nog herinneren dat je toen met Oete een kamer deelde, dat er een PhD-student in AJO was die niet helemaal wilde dat hij een zetje moest hebben. Nou, je hebt hem toen maar dat zetje gegeven. Dan wordt disciplineerd toegesproken. Een soort van moederoverste. Maar goed, met de jongeren, maar ook met de ouderen, met de senioren kon je goed overweg. Ik kan me nog herinneren dat ik af en toe ook beroep op je heb gedaan om mij te helpen. Ik kan me nog herinneren dat een van de grote ceremonies hier in Maastricht, hemelvaarts of heiligdomsvaart, dat ik een verzoek kreeg om op te treden tussen al die bisschoppen in het provinciehuis. Ik zei, nou, dat wil ik alleen maar doen als Gemma meegaat. Gemma, katholieke achtergrond, dat moet wel helpen, dat moet wel goed komen. Dus daar zijn we samen naar de bisschoppen gegaan. En hebben we daar ons mannetje, ons vrouwtje, we hebben ons geweerd. En het is wel teken dat Rosien, een van onze collega's, je ook wel eens mijn noemt, universiteitsmoeder. Dus je bent toch een beetje een luisterend oor voor iedereen. We hebben in die tijd ook het Centrum voor Inclusieve Arbeidsorganisatie opgezet. Henny, jij en ik hebben daar toch iets geweldigs van de grond gebracht. En ik denk dat je hebt er even aan gerefereerd in de antwoorden van de vraag. Ik denk dat we daar iets heel moois gemaakt hebben. En nu neem je ook het grootste deel van het reilen en zeilen van dat hele centrum voor je rekening. En dat naast het schrijven van een proefschrift. Nogmaals, ik vind het heel goed gedaan. Het heeft wel even geduurd. En ik heb ook wel van jou doorzettingsvermogen gevraagd. En ik kan me voorstellen dat je af en toe Oete en mij verwenst hebt. Want waarom nog een keer? Dat hadden we het gelezen en dan moest er toch weer wat gebeuren. Maar ik voelde ook wel een beetje de hete adem in mijn nek van Maarten. Want Maarten had al dozen met champagne gekocht. Dat moest ontkurkt worden. Nou, stond te verseuren. Maar ja, niet alleen Maarten, maar ook je zussen op de achtergrond. Hè? Dus een dreigement gebruik van, ja, mijn zussen, die hebben ook al gevraagd hoe lang het nog duren. Dus als het nog lang duurt, dan komen de zussen achteraan. Nou, ik heb dat allemaal niet willen afwachten. Dus we hebben toch maar besloten van, nou, dan moet het nog maar gebeuren. allemaal gekken op een stokje. Het uiteindelijke resultaat is geweldig. Een proefschrift waarin ook een instrument is ontworpen, gevalideerd en getoetst. En ik denk ook dat het Centrum Chao daar ontzettend veel profijt van zal hebben. Het is niet alleen de wetenschappelijke aspecten, maar ook de praktische dingen. Het werkt online, al die dingen meer, heb je allemaal zelf uitgedacht. Dus ik vind dat een bijzondere prestatie. Goed, we hebben veel samen meegemaakt. We hebben lang samengewerkt op een hele fijne manier. Ik ga niet alles verklappen en alles uit de doeken. Dat blijft een beetje verborgen nog maar dat kunnen ze allemaal maar naar raden. We hebben wel veel plezier gehad, dat moet ik wel zeggen. Dus ik kijk dan ook uit naar een voortzetting van onze samenwerking. Dat zal nog wel een tijdje doorgaan, denk ik. Maar goed, wel in een andere rol. Straks ben jij de baas en moet ik luisteren wat ik. Dat zal even wennen zijn. Goed, nogmaals namens Oete en mij mijn felicitaties. Ik wens je nog een hele fijne dag. En Maarten, die kurk kan open. Dokter van Rautenbeek. Namens de Universiteit van Maastricht feliciteren wij u met uw behaalde dokterstitel. En hiermee verklaar ik deze academische plechtigheid voor gesloten. Als huishoudelijke mededeling, uw gasten mogen doorgaan naar de refter waar we de receptie houden. En wij gaan nog even naar de trap voor een foto.